Maya Beukenswijk heeft nog altijd een lengtevoorsprong. En die gaat op het moment de laatste keer de manegebocht door. Voor de allerlaatste keer vandaag. Maya Beukenswijk nog altijd een lengtevoorsprong voor Marco Swiss. Binnenkant is er voor Hermine Sophie. En daar gaat Tom Kooijmans zijn avondbal plaatsen. Met zijn Marco Swiss moeilijkheden daarvoor. Happy New Day. Maar het is Maya Beukenswijk. Marco Swiss. Marco Swiss zet Maya Beukenswijk al onder druk daar in die bocht. En Marco Swiss heeft een half lengtevoorsprong. Maar Maya Beukenswijk die komt straks recht. En die kan zich nog verweren. Maya Beukenswijk buitenom is het. Marco Swiss helemaal buitenom. Zien we Gucci Shadow met Danny de Dobbelde. Die flitst daar naar voren. Maar het is nog altijd Marco Swiss met licht voordeel. Binnenkant is er voor Maya Beukenswijk. Buitenom die gaat ook sterk. Dat is Gucci Shadow. Middenkant van de baan. Nog altijd die 7. Nog altijd Marco Swiss. En Marco Swiss die wint het ook. De 7 voor de 4. Maya Beukenswijk. En buitenom de 5. Gucci Shadow. 7-4-5 is de voorlopige uitslag van de laatste koers. En daar zijn ze al, de laatste winnaars van vandaag in de BMU Mark Nessen. Peter Blauw, 75 jaar prijs, meldt zich de 7. Marco Swiss en Tom Kooijman. Marco Swiss, een 5-jarige donkerbruine ruin van Offshore Dream uit Paribie. Gefokt door Henny Kloosterman in eigendom van Stal PD. Trainer Bas Krewas, die vandaag in Mons actief was. Maar hij stuurde zijn team de andere kant op naar Emmeloord, dicht bij huis. En Tom Kooijman wint met Marco Swiss. Tom krijgt de felicitaties onder andere van Peter Blauw, de renpaardentrainer. Die vele successen vroeger heeft gekend op de renbaan Duindicht. En Tom krijgt ook de felicitaties van de fokker, Henny Kloosterman. En ook de sponsor, BMU uit Mark Nessen, is aanwezig. Tom haalt ook nog even het paard op. Marco Swiss, die hoort natuurlijk ook op de foto's. Voor de lens van Geert Koops. Het is een mooi succes van Marco Swiss. En we feliciteren Tom Kooijman. Tom, gefeliciteerd. Je was op het juiste moment erbij. Ja, hij is gewoon heel goed momenteel. Ik was natuurlijk al goed weg. De eerste keer nog veel beter. Maar mooi op Jaap zijn rug. Jaap reed op. Ik denk, ja, de hele weg in dode sporen. Daar zal ik ook niet zitten. Maar ja, uiteindelijk ging het tempo zo naar beneden. Ik denk, dat moet ook kunnen. Dus nou ja, en in de bocht. Jaap, één zwak moment. Ik denk, nou pak ik hem. En er was net de finish genoeg over. Keurig. De juiste timing. Nou, het lukt allemaal. Dat moet je wel eens hebben. Super, Tom. Mooie dag zo. Ja, heel mooie dag. Dankjewel. Mooie overwinning in de laatste koers. De BMU Mark Nessen, Peter Blauw, 75 jaar prijs. Met de winst van de 7, Marco Swiss en Tom Kooijman. Perfect getimed. Hij zag dat zijn gevaarlijkste concurrent, Maya Beukenswijk, een klein moeilijk momentje had in de bocht. Marco Swiss viel daar aan en had op de finish precies een hoofdje voorsprong. En dan kan je zien dat de beste paarden vaak winnen, maar vaak ook de slimste piqueurs. Dames en heren, geef ze een groot applaus voor de winnaars van de 9e en laatste van vandaag. De BMU Mark Nessen, Peter Blauw, 75 jaar prijs. En dat is Marco Swiss met Tom Kooijman.